De bouw van het Gorkumse stadhuis op de huidige locatie begon in 1427. In het oorspronkelijke gebouw zijn elementen vanuit de Renaissance te herkennen, maar door de eeuwen heen is het meerdere keren verbouwd en uitgebreid. Zo kwam er een loggia, een soort balkon en een roepstoel. Dat is een uitbouwtje aan de gevel waarop de stadsomroeper ging staan en waar hij de besluiten van de stadsregering met luide stem voorlas. Hoort, hoort, gij allen, hoort, het besluit van Gorkums vroede vaderen. Hoort. In de 19e eeuw werd het stadhuis bouwvallig. Het werd gevaarlijk en was te klein. In 1859 werd het gebouw, ondanks protesten, gesloopt. Voor een nieuw stadhuis werd een prijsvraag uitgeschreven. Winnaar werd Van Dam en zijn ontwerp werd uitgevoerd. In 1860 werd het nieuwe stadhuis in gebruik genomen. Dit gebouw was veel korter als stadhuis in gebruik dan haar voorganger, want al in 1994 verhuisde men naar een nieuw gebouw bij het station. Het stadhuis uit 1860 is nu het Gorkums Museum.